gaan naar een jam sessie. Ik ben even wat tekst aan het uitzoeken. Maar ik heb echt geschreven op achterkanten van bolletjes, servetjes, enveloppen. Het is wel lach hoor. Life is just too short to be remembered. Tenth of a second, a fraction compared to all that ever happened or hasn't. A lesson in relativity and perspective. You'll always miss more than you will see, you will see. Ik heb verschillende soorten teksten. Ik heb hele idealistische teksten, maar ook gewoon teksten die gaan om de flow. Deze is leuk voor een jam sessie. Mensen kunnen me hebben zien rappen op jam sessies. Dubbel ellendig, want meestal is het net niet sexy. Belet niet te zeggen dat ik streef naar perfectie. Al weet ik dat het klinkt als een schrijver met dyslexie. Gek zie je me regelmatig doen op straat. Omdat ik erop sta dat de staat wordt geëvenaard. Laat me, al wordt er soms een snaar geraakt. Ik zeg laat me, laat me. Goed, ik ga er gewoon heen en ik zie wel wat het wordt. Ik ben nu bij de Jozef Fresinski Stichting in de Florenstraat. Hier vindt de jam sessie elke week plaats op donderdag. En volgens mij is het best wel leuk. Dit is een bejaardenhuis voor oude rockers. Ja, dit is het oude rockers. We got an era. An era, so we need a new era. We got an era. An era. We got an era, so we need a new era. Our mind is confused by the guns and the terror. Het was een leuke avond verder. We hebben een jam sessie gehad als zoveel, maar dat maakt het niet minder leuk. Hier hoor je mij drummen alsof ik een echte drummer ben. En NGO speelt toetsen alsof hij niet eens een drummer is. Zoals je ziet, zijn we goed aan het spelen. Dit was Daan. Dit was de sessie. Plezier met je verdere leven. Ik heb thuis dus van die fietslampjes, die hangen bij de deur. Bij de achterdeur naar de fietsen. Maar dan moet je die natuurlijk wel meenemen. En dan moet je daaraan denken op het moment dat het licht is. Dat vind ik moeilijk. En dan rijd ik zonder licht en dan ben ik de hele tijd bang dat ik politie tegenkom.